Aanleiding van deze webinar is niet alleen de coronacrisis, die zorgt natuurlijk voor een grote wisseling. Eigenlijk een grote wisseling heeft getrokken op de culturele sector. Maar het hele reilen en zeilen voor heel veel ZZP'ers en wat dat wel teweeg gebracht heeft, is natuurlijk de enorme impact die dit heeft gehad in onze culturele sector. Nou, onze gasten van vandaag zijn Henk Hofstra en Christel van der Ven. Zij worden uitgelicht, zodat ze voor iedereen groot zichtbaar zijn op het moment dat ze spreken. Wij kunnen jullie alle zien als jullie camera aanstaat. Dat is natuurlijk uiteraard niet verplicht, maar wel leuker voor ons allemaal dat je er ook een gezicht bij hebt bij de stem. Okay, onze eerste gasten zullen worden geïntroduceerd door mijn collega Herman Kuipers. En die wil ik bij deze dan ook graag het woord geven. Dankjewel Frank. Toen we starten met de voorbereiding van deze webinar, kwamen we eigenlijk als vanzelf, en dat heeft ook te maken, dat zeg ik dan een beetje ook vanuit mijn eigen rol. Ik ben zelf beeldend kunstenaar en vanuit die hoek al een tijdje lid van de BOK. Kwam ik vanzelf ook bij de BOK uit, omdat zij, nadat we met Christel al contact hadden gelegd, omdat zij ook betrokken zijn bij VZN, de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Zo'n ZZP'er die herkennen we aan zijn gedrevenheid, maar randzaken als deelnemen aan netwerkbijeenkomsten of je verdiepen in de positie op de arbeidsmarkt, die leggen het eigenlijk bijna altijd af tegen het werk zelf. Dat is wat wij letterlijk ook ervaren in de tijd dat wij nu met activiteiten vanuit Kunstwerk bezig zijn als het gaat om zeg maar netwerkachtige bijeenkomsten richting die ZZP'ers. Dus dat werk zelf, dat gaat altijd voor. Dus ook voor deze webinar heb ik opnieuw reacties gekregen van mensen die zeggen van, kun je dat niet op een ander tijdstip doen? Ik moet dan werken. Nou, op het moment dat we het 's middags organiseren, krijgen we dezelfde reacties. En op het moment dat we het 's avonds doen ook. Dus het is domweg onmogelijk om het iedereen in die zin naar de zin te maken. Maar goed, de voordelen van de webinar zijn in dit geval dat we het op kunnen nemen. Dat mensen dat dus ook in die zin later kennis van kunnen nemen. Dus dat is het positieve van corona, zullen we zeggen. Anders hadden we wellicht live in de ruimte gezeten en dan was dat niet het geval geweest. Maar dat die coronacrisis ook nog een schaduwkant heeft, dat is wel pijnlijk duidelijk geworden. Als je als ZZP'er, net zoals ik in mijn geval, aansluiting zoekt bij een belangenbehartiger. Bond mag ik niet meteen zeggen, zei Henk net al. Zoek je die vooral bij gelijkgestemden. En alleen al het culturele veld, het kunstenveld, kent in die zin een heleboel mensen. We hebben bij ons vorige webinar hebben we bijvoorbeeld Roel van Rij gehad, die vertegenwoordigt de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs, als ik het goed zeg, Frank. Ik ben dus lid van bijvoorbeeld de BOK. Nou, zo zijn er nog een heleboel, ook binnen de muziekwereld alleen een heleboel belangenwaardes. Dus je hebt de Kunstenbond, wat wel een kunstenbond is. Wat bleek is dat, hoe zit het met de samenhang daarin? En wil ik eerst dus Henk eens vragen. Henk, je bent zelf ook kunstenaar en je bent op enig moment overgegaan tot het oprichten van de BOK. Dus blijkbaar liep je tegen dingen aan, greep je dingen mis of waren er mensen in je omgeving die je pushten? Hoe is het zo gekomen? Nou, dat is als volgt gegaan. Ik ben nu op dit moment zo'n 50 jaar beeldend kunstenaar. Ik ben zelfstandig beeldend kunstenaar. Ik ben nog nooit ergens in loondienst geweest. Ik heb me gelukkig zelf altijd kunnen redden. En op een bepaald moment zat ik bij een stel vrienden ergens aan de bar. En die ene vriend van mij, die was helemaal loden. Die was helemaal binnen en die vroeg ik van, waarom ga je niet in Brascaart wonen in België? Hè? Waarom, wat ga je? Op een bepaald moment ging iedereen erheen. Al die rijke mensen die hun bedrijf hadden verkocht. Nou, hij zei, van, dat doe ik niet. Het geld wat ik in Nederland heb verdiend, ga ik ook in Nederland uitgeven. En toen zei hij erachteraan, en jij hebt het altijd goed gedaan in de kunst. Jij bent zakelijk, jij weet hoe de hazen lopen. Jij moet iets doen voor die kunstenaars. Daar heb ik een bijna een jaar over nagedacht. Toen heb ik een econoom, een journalist, onze zoon is journalist. En ikzelf, we zijn met z'n drieën gaan zitten. En toen hebben we bekeken van wat is er nou mis in die kunstwereld? Wat zou er moeten gebeuren? En dan vooral, wij zitten dan in die beeldende kunst. Wat zouden we dan moeten doen? Hoe zou die opdracht eruit moeten zien? Nou, eigenlijk waar we op behoorlijk op stuiten, dat was dat al die kunstenaars eigenlijk niet geleerd hebben om zakelijk te zijn. Want
Iedereen, je noemt nou het woord ZZP'er, het ZZP, overal hoor je ZZP'er, dat is zelfstandige zonder personeel. Maar eigenlijk, het is gewoon een ondernemer. Het is gewoon een kleine zelfstandige ondernemer. En dat zijn ze allemaal, al die beeldend kunstenaars ook. Een beeldend kunstenaar kan nergens in loondienst. Ik heb nog nooit een advertentie in een krant zien staan, of nu op internet, van beeldend kunstenaar gevraagd voor 48 uur per week of zoiets, of voor 20 uur. Dat bestaat gewoon niet. Dus je bent ondernemer. En wat we misten, en dat heb ik door schade en schande ben ik een beetje wijzer geworden. Ik heb me staande kunnen houden. Nou, en die kennis en die wetenschap, die willen we graag, nou, samen met een econoom, een journalist en ik dus, hebben we Bok opgericht. En alles wat we weten, wat we kunnen, wat we kennen, enzovoort, enzovoort, dat willen we uitdragen en dat willen we graag delen. Dus, en daarbij zijn we dus, wij zijn dus, je zei net al bond, wij zijn dus geen bond. We gaan dus geen cao's of toestanden of dat soort dingen. We zijn ook niet subsidiegericht. Want dat is ook iets wat we tegenkwamen in ons wereldje, in de kunstwereld. Heel vaak is de subsidie een doel. Men werkt naar die subsidie toe. Maar subsidie kan nooit een doel zijn. Dat is een hulpmiddel. Want wanneer subsidie een doel wordt, dan word je op een bepaald moment gewoon afhankelijk van die subsidie. Ja, en dan heb je met de politiek te maken. Politiek is 4 jaar houdbaar, want dan komen er weer andere afspraken. Nou, dat alles met elkaar heeft ervoor gezorgd dat Bok opgericht is. We zijn nu verreweg de grootste in Nederland, wat belangenbehartiging van vooral beeldend kunstenaars betreft. En we zijn individueel gericht. Dus niet de massa, maar individueel gericht. We proberen ook alle uitdagingen die al die zelfstandigen hebben, meestal zit het wel in dezelfde richting, maar die proberen we per individu ook te helpen en op te lossen. Nou, dat is in het kort wat wij zijn, wat wij doen en hoe het tot stand is gekomen. Ja, dus met individueel bedoel je dus inderdaad echt op persoonlijk niveau, hè? Dus dat je een kunstenaar die een hulpvraag heeft of dingen, dat je die echt op persoonlijk niveau, je gaat ernaast staan bij wijze van spreken. Ja. Vorige week hebben we nog voor een aantal kunstenaars, dat komt vrij vaak voor. Bepaalde contracten, dat zijn de contracten tussen een overheid of een andere opdrachtgever en de kunstenaar. Nou, die zijn altijd heel vaak eenzijdig geschreven. Daar kijken wij naar. We hebben een juridische helpdesk die ernaar kijkt. En we weten inmiddels wel wat er wel en wat er niet in die contracten moet zijn. Wat de valkuilen zijn. Maar ook BTW-problemen. Op het ogenblik weer speelt, dat is daar. Hoe verzinnen ze het? Als je nou iets levert als webwinkel, want daar is het uit voortgekomen, maar als beeldend kunstenaar ook, naar een EU-land. Ieder EU-land heeft verschillende BTW-tarieven. Soms hebben ze 4 BTW-tarieven. En in ieder land waar je levert, moet je het BTW-tarief in rekening brengen van het land van levering. Nou, dat soort hele idiote, rare dingen kom je tegen. Maar ook in contracten, auteursrecht, nou, al dat soort dingen. Maar dan op het persoonlijke niveau. We lobbyen wel voor de hele groep. Natuurlijk. En we zijn aangesloten bij Kunsten 92 en allerlei andere organisaties. We lobbyen ook in de politiek. Maar we zijn vooral erop gericht om die individuele kunstenaar, die persoon, om die te helpen. En dat kan in jouw geval, jij bent al een tijdje lid. Jij hebt nog nooit gillend of jankend op een stoep gestaan. Maar het kan morgen bij wijze van spreken gebeuren dat je zo iemand als ons of het juridische helpdesk, dat je die nodig bent. Nou, daar zijn we voor. Ja, we hadden een voorgesprek, hè, zoals we dat meestal doen als we iets voorbereiden, logisch. En daar zei je ook iets opmerkelijks en dat haakt eigenlijk in op de stap die je uiteindelijk ook als Bok gemaakt hebt om onderdeel te worden, of lid te worden is het dan, van de VZN. En in dat voorgesprek zei je namelijk dat je eigenlijk al wat langer bezig was met het nadenken over, zeg maar, het verbinden van die collectieve behoeften, zal ik maar zeggen, om in die zin een soort stem naar de bestuurlijke echelons te gaan krijgen, die breder draagt dan alleen die van beeldend kunstenaar, zeg maar. Ja, want dat is vooral, heeft dat een boost gekregen toen vorig jaar of het jaar daarvoor al, ik weet niet eens, 2-3 jaar geleden begon de discussie over die kleine zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek, die moest verdwijnen. De vakbonden en de werkgevers en de werknemers, die hadden het er maar steeds over. En die spraken steeds meer over die zelfstandigen. Nou, als kunstensector, en vooral die beeldende kunst, de makers, ben je maar heel klein.
Dus ik heb vanaf het begin af aan heb ik al aansluiting gezocht bij mensen of andere zelfstandigen, zodat we een grote groep met elkaar zouden kunnen vormen. En dan niet alleen uit de kunsten, maar ook uit andere vakrichtingen. En er werd steeds over zelfstandigen gesproken, maar nooit met zelfstandigen. Nogmaals, de kunstensector is gewoon te klein, denken ze, terwijl we groter zijn dan landbouw, het bruto nationaal product. Maar ze denken dat we te klein zijn. En die zelfstandigen, die moeten een stem hebben. Dus, nou, Christel, die is nu voorzitter van Vereniging Zelfstandig Nederland. En helemaal aan de wieg hebben wij dus ook gestaan. We hebben ook steeds gepoest, er moet een organisatie komen die groot de zelfstandigen kan vertegenwoordigen en die bijvoorbeeld die zelfstandigen aftrekt, die verplichte verzekeringen wat ze nu aan het verzinnen zijn, al dat soort dingen. En dat er niet over, maar ook met ons wordt gesproken. En daarom hebben we ons daar meteen bij aangesloten toen dat ontstond. Ja, en kun je al iets zeggen, dat als tot slot, hè, voordat we naar de volgende gaan, kun je al iets zeggen over jouw indruk tot dusver? Dat is natuurlijk nog heel pril. Maar jouw indruk tot dusver als het gaat om de rol van de VZN versus die van jullie en hoe de samenwerking daarin marcheert? Hoe is dat nou, Ja, ja, die samenwerking die gaat uitstekend tussen BOK en VZN. En wij beginnen nu te merken dat ze bij de werkgevers en de werknemers, ze vinden het lastig hoor, vooral die vakbonden. Vooral de woorden, daar de bonden heb ik ook een beetje een hekel aan op dit moment. Maar die bonden en die werkgevers, die beginnen nu te ontdekken dat er ook zelfstandigen zijn die ook een stem hebben. En dat ze er niet alleen over moeten lullen, maar dat ze er nou eens een keer mee moeten praten met die zelfstandigen. En dat is nu, eerst was dat, je krijgt allerlei fases. Hè. Eerst de fase van, nou ja, dat zal wel niks worden. Dan de fase, oeh, het is irritant, want ze hebben een stem. Dan de fase van, nou, ze hebben toch wel een punt. Nou, en we zitten nu denk ik in de fase, Christel kan daar meer over vertellen, dat we straks aan tafel schuiven en dat we inderdaad iets voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ja, dankjewel zover Henk. Uiteraard komt voor de overige luisteraars nog gelegenheid dadelijk om vragen in deze te stellen. Als je tussentijds vragen hebt, kun je in de chat kwijt. Maar dan wil ik nu mijn collega Frank het woord geven, zodat hij Christel aan de tand kan voelen of kan opdragen. Oké, dankjewel Herman en Henk. Ja, Henk, met name voor jou al de overweging van de BOK die geleid hebben tot de oprichting van die cross-sectoriale belangenbehartiging voor de ZZP'ers. In deze, de Vereniging Zelfstandigen Nederland, VZN. Voorzitter daarvan is Christel van der Ven. En als het goed is, heeft u die nu goed in beeld. Welkom Christel. Jij bent sinds kort eigenlijk voorzitter van de VZN. Voor je daar iets over gaat vertellen. Hoe is de VZN op je pad gekomen? Wat triggerde je? En uiteraard, wie ben je? Kleine introductie. Nou ja, mijn naam is Christel van der Ven, dat weten jullie inmiddels. Ik ben 48 jaar. Ik ben van huis uit beleid- en organisatiewetenschapper. Ik heb eigenlijk mijn hele werkzame leven ben ik geïnteresseerd geweest in hoe kan je nou werk eigenlijk zo inrichten dat mensen daar gelukkig van worden? En hoe kunnen mensen ook weer wat toevoegen aan het werk? Hè? Zodat eigenlijk mensen beter worden van werk en werk weer beter wordt van de mensen die het doen. Dat is eigenlijk al een rode draad door mijn hele carrière. Sinds even nadenken. 1 januari 2010 ben ik zelfstandig ondernemer. Dus ik werkte voorheen bij onderzoeksinstituten, bijvoorbeeld bij TNO. En ik werkte bij adviesbureaus. En sinds 1 januari 2010 ben ik samen met Aukje Nauta Factor 5 gestart. Wij zijn dus zelfstandig ondernemer. Twee zelfstandige ondernemers die met elkaar samenwerken. En wij doen onderzoek en geven advies naar wat we zeggen verandering van werkrelaties. Eigenlijk modernisering van werkrelaties. Deden we heel erg binnen grote organisaties, omdat we ook merken dat werknemers ja, vaak inmiddels wel andere wensen hebben dan datgene wat ze mogen van een functiebeschrijving, maar even plat gezegd. En dat deed ik zo'n jaar of 10. En toen dacht ik wel van, ja, gaat het nou echt veranderen? Want inmiddels kende ik ook een hele grote groep zelfstandige ondernemers en merkte ik wel dat, ik was ook betrokken bijvoorbeeld bij cao-gesprekken, dat er eigenlijk in Nederland is het hele systeem van werken is ongelooflijk gericht op dat je of een werkgever bent, hè, dat je meer mensen in dienst hebt, of dat je een werknemer bent. En dat je dus meedoet aan pensioenpotten, aan opleidings- en ontwikkelingsfondsen.
En ik, en met mij ruim 1 miljoen andere mensen, werkte inmiddels al naar volle tevredenheid als zelfstandige. Dus ik voelde zelf ook wel van, hé, hier klopt iets niet. Hè? En in die polder, daar word ik eigenlijk altijd alleen maar gesproken tussen werkgevers en werknemers. En er is dus inmiddels een hele grote groep mensen die echt wel afwijkt van werknemers en ook afwijkt van de klassieke werkgevers. Hè? Want dat zijn ruim 1 miljoen mensen die heel graag voor zichzelf willen werken, maar niet de ambitie hebben om een heel groot bedrijf op te bouwen. Hè? De meeste zelfstandigen willen gewoon lekker doen waar ze goed in zijn, op hun eigen manier. En hebben helemaal niet de behoefte om daar grote bedrijven rijk mee te worden, et cetera. Dus vaak is de inhoud is je drijfveer. Dus dat was mezelf wel opgevallen. En ja, hoe dat dan gaat, op een gegeven moment werd bekend dat Vereniging Zelfstandig Nederland opgericht zou worden. En ze zochten een neutrale voorzitter, dus niet iemand uit de eigen geledingen. En ik was eigenlijk enorm getriggerd door het verhaal, omdat het heel erg aansloot bij mijn eigen behoefte van blijf ik dit nog 10 jaar doen en heb ik dan eigenlijk wel... Krijg ik dan wel voor elkaar waar ik mezelf zo hard voor wil maken. Ja, en het initiatief van VZN, dat sloot er eigenlijk op aan. Dus dit is echt weer zo'n voorbeeld van, als je het me 2 jaar geleden had gevraagd, dan zou ik dit nooit hebben bedacht. En nu ben ik het en denk ik, dat past. Oké. En kun je vertellen, welke belangenorganisaties nemen op dit moment deel aan VZN? Ja, er zijn inderdaad een heel aantal partijen die hebben al met elkaar gepraat van zullen we het starten. Uiteindelijk zijn er 4 oprichtende partijen geweest. Dat is ONL, Ondernemend Nederland, van Hans Biesheuvel. Richt zich vooral op MKB en familiebedrijven, maar had ook een hele grote groep zelfstandig ondernemers waarvan die eigenlijk dacht, ja, die kan ik eigenlijk niet goed helpen. Dus dat is 1, Solo Partners, dat is voor zelfstandig in de zorg, zelfstandige bouw, nou, het zegt het al, hè, zelfstandige timmerlieden, schilders, etc. En dan hebben we ZZP Nederland. En dat is een hele grote algemene club. Die 4 hebben VZN opgericht. Nou, vanaf de oprichtingsdatum belde Henk mij van ik wil er ook bij. Dus die tellen we maar even mee. Dus die was er ook direct bij betrokken. En inmiddels hebben ook de Vereniging van de Yogadocenten zich bij ons aangesloten. En het ondernemerscollectief. Daar zitten vooral eigenlijk mensen die net starten als zelfstandigen. En we hebben sinds 1 juni hebben we ook Bright Pensioen. Dan zal je misschien zeggen dat is een commerciële club. Maar het is eigenlijk een collectief. Als je daar iets voor je pensioenvoorziening organiseert, dan word je eigenlijk ook lid van hun vereniging. Dus hun ledencollectief is ook bij ons aangesloten. En inmiddels hebben we dus ruim 100.000 zelfstandigen die via VZN, eigenlijk via de bij ons aangesloten leden, bij VZN horen. Oké, duidelijk verhaal. Ik heb een vraagje. We weten nu wie VZN is, maar wat specifieker. Hè? Waar staan en gaat VZN voor? En wat is daar voor verandering op voor nodig? Gezien vanuit de overheid en vanuit de partners. En vooral gezien vanuit het economisch domein. Een beetje specifieker eigenlijk. Wat gaat de VZN betekenen voor de ZZP'ers in onze kunst- en cultuursector? Ja, wat is het daarvoor nodig van deze doelgroep? Nou, ja, veel. Ja, het is een hele mond vol. Misschien even goed. Hè, je kunt als individuele zelfstandig kan je dus geen lid worden van VZN. Dus je kunt wel lid worden bij een van onze leden. Dus wat wij niet doen is dienstverlening zoals Henk dat zei. Hè. Dus als je als zelfstandige denkt, ik heb juridisch advies nodig, of ik wil dat iemand meekijkt naar een contract voor mij, of ik zou wel eens gebruik willen maken van bepaalde algemene inkoopdiensten. Dat kan je bij onze leden doen. VZN richt zich echt op de generieke belangenbehartiging voor alle zelfstandigen in Nederland. Dus dat betekent dat wij ons vooral richten. Als zelfstandig ondernemer heb je een inkomstenkant en dan heb je dat geld binnen. Hopelijk. Hè? En dan gaat het ook van hoe kan je dat zelf besteden en wat hou je daarvan over? En met name dat laatste gedeelte, daar richt VZN zich op. Dus dat is vooral hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld bepaalde fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandige aftrek die je nodig hebt om een aantal dingen voor jezelf te regelen, die niet voor je geregeld worden, hè, omdat je geen werknemer bent. Dat we die blijven behouden. Dat soort zaken, dat is waar VZN zich op richt. En wij hebben, ja, ik zou bijna willen zeggen, we hebben eigenlijk 3 belangrijke doelstellingen. En eentje zag ik in de chat al even voorbij komen.
Wij willen dus inderdaad dat zelfstandigen naast werkgevers en werknemers in de polder een eigen stem krijgen en een eigen gezicht. Dat we niet worden vertegenwoordigd door de partijen die nu in de SER zitten, maar dat zelfstandigen ook hun eigen gesprekspartner aan die poldertafels hebben. Dat is doelstelling 1. Dat is misschien ook al wel een hele pittige, dus daar kan ik zo nog wat meer over vertellen, maar dat is de eerste. De tweede doelstelling is dat wij heel graag willen dat er in de wet een aparte definitie voor zelfstandigen komt. Nu is het namelijk zo, je bent of een werkgever, dan heb je mensendienst, of je bent een werknemer, daar is een wettelijke definitie voor, en dat heeft iets te maken met gezagsverhoudingen, et cetera. En eigenlijk als je geen werknemer bent, en je bent ook geen werkgever, in de zin van dat je mensendienst hebt, dan ben je nu zelfstandige. Dat levert ongelooflijk veel gedoe op. Dus wat wij graag willen, is dat zelfstandigen een eigen positie krijgen in de wet, zodat je ook makkelijk kan zeggen van, hé, ik ben zelfstandige, want ik voldoe hieraan. Dus niet van, ik voldoe niet aan een werknemer, maar ik voldoe aan de definitie van zelfstandig. Dat is 2. En 3 is dat wij heel graag willen in Nederland dat we een beetje, dat we eigenlijk afgaan van, het, dat noemde ik al, van de wijze waarop onze arbeidsmarkt nu is georganiseerd. Want nu is het zo, het is alleen ingericht vanuit het idee van werknemerschap. En dan moet je een bepaalde sector horen. En daarna heb je daar een bepaald pensioenfonds en een bepaalde verzekering, et cetera. En wij zeggen nou eigenlijk, als je nou een aantal basiscollectieve voorzieningen hebt op het gebied van pensioen hebben we, dat is AOW, maar op het gebied van arbeidsongeschiktheid, pensioen, leren en ontwikkelen. Echt een basis, dus niet meer dan dat. Dan is eigenlijk iedereen, heeft iedereen een sociaal vangnet. En dan kan je daar bovenop, kan je naar eigen inzicht, kan je dingen voor jezelf regelen. En dan kun je dus ook veel gemakkelijker, dat zal voor de kunstenaars misschien wat minder zijn, maar dan kun je veel, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit onder welk arbeidscontract je werkt, welke zekerheid je hebt. Nou, dat is een behoorlijke modernisering van onze arbeidsmarkt en ons arbeidsmarktbestel. Maar wij denken wel dat dat echt de toekomst is. En dat betekent dus ook dat wij dus niet gaan voor een soort van klakkeloos afbouwen van de zelfstandige aftrek. Hè? Want dat wordt nu gezegd, ja, zelfstandigen hebben fiscale voordelen en dat willen we eigenlijk niet. Hupsakee, weg ermee. Ja, en daarvan zeggen wij nu, nee, dat hebben die zelfstandigen juist nodig. Omdat ze voor zichzelf een aantal dingen moeten regelen. Omdat je bijvoorbeeld je vakmanschap bij moet houden. Hè? Dat moet je, daar heb je geen O&O-fonds voor, wat je als werknemer wel hebt. Nou, zo willen wij dus heel graag naar die arbeidsmarkt kijken. Dat laatste gedeelte is ook vrij technisch al meteen en vrij groot. En eigenlijk hebben we dus dat eerste ook nodig. We moeten eerst aan tafel zitten om dat laatste ook, en eigenlijk ook dat tweede, voor elkaar te krijgen. Oké, ik wil toch nog even een stapje terug. Hè? Van jullie vertegenwoordiging. Hè? Als je nu ziet dat er een aantal partijen zijn aangesloten voor organisaties. Zou het dan ook mogelijk zijn dat er bijvoorbeeld tegenstrijdige belangen tussen de verschillende sectoren ontstaan? Bijvoorbeeld ZZP'ers in de cultuursector staan er qua inkomen vaak heel anders voor dan misschien de andere sectoren. In hoeverre is er dan aandacht voor maatwerk en hoe gaan jullie dan met die tegenstrijdige belangen om? Ja, nou, dat klopt. Hè. Kijk, de ZZP'er bestaat niet. Dus je ziet inderdaad een hele grote diversiteit. En je ziet een diversiteit in inkomsten. Je ziet ook een diversiteit in... Er zijn, kijk, mijn baan, mijn beroep zou ik ook in dienstverband bijvoorbeeld kunnen uitvoeren. Maar beeldende kunstenaars, wat Henk zegt, is inderdaad alweer een heel ander verhaal. Er zijn ook beroepen die je eigenlijk in Nederland alleen maar als freelancer kunt uitvoeren. Dus dat betekent inderdaad dat we soms echt wel, ook binnen de vereniging echt moeten kijken van waar kunnen we nou een standpunt innemen dat eigenlijk voor iedereen te doen is. En soms moet je ook wel maatwerk toepassen, maar dan pakken wij dus ook weer onze leden erbij. Hè? Om je een voorbeeld te geven, er is dus nu een discussie gaande of je bijvoorbeeld überhaupt wel zelfstandig in de zorg mag zijn. Hè? Dus er gaan nu gesprekken op waarbij men zegt, ja, eigenlijk kan je geen IC-verpleegkundige zijn in de zorg, want dat is publiek geld, dat mag je eigenlijk niet als zelfstandige doen. Nou, daar zit bijvoorbeeld onze partner vanuit Solo Partners, die zit bij die gesprekken aan tafel. En dan kijken we inderdaad van kunnen we dan toch een bepaald standpunt specifiek voor die zorg innemen. En hetzelfde geldt misschien ook wel voor kunstenaars. Dus we proberen ook wel echt de diversiteit van onze leden te gebruiken.
Maar als je het hebt over die ene stem, die ene definitie en dat basisvangnet voor iedereen in Nederland die aan het werk is en misschien ook niet aan het werk is. Dat is eigenlijk zo generiek. Dat zijn dus ook onze belangrijkste speerpunten. Oké. Mag ik eens weten, Christel, met welke overheidsinstantie zit VZN dan rond de tafel? En wat is dan de impact hiervan? En kun je al recente voorbeelden geven wat er al bereikt is voor de ZZP'er? Ja. Ja, kijk, ik ben sinds september voorzitter en dat is ook de geboortedatum van VZN. Hè? Dus we zijn 10 maanden onderweg. Dus dat is nog niet zo heel erg lang. En tegelijkertijd hebben we al best wel wat voor elkaar gekregen. Dus ik, om je even een beeld te geven, ik heb bijvoorbeeld gesprekken met bewindslieden, hè? Dus met Koolmees, met Hans Veilbrief, dus de staatssecretaris van Belastingdienst. Ik heb gesprekken met veel gesprekken met ambtenaren van ministeries. Die proberen wij ook echt van ideeën en informatie te voorzien. Ons manifest dat je op de website vindt en onze handreiking bijvoorbeeld. Dat sturen wij dan naar ambtenaren en daar hebben wij over gesprekken over. Het merendeel van mijn tijd gaat zitten in het voeren van gesprekken met Tweede Kamerleden van alle politieke partijen. Want je ziet dat met name dit demissionaire kabinet, dat doet momenteel eigenlijk niet zo heel veel. Hè. Schuiven heel veel door. Dus wij proberen ook vooral via Tweede Kamerleden, via moties, de vraagstukken van zelfstandigen onder de aandacht te brengen. Dat gaat soms goed, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de coronacrisis, dan vind ik wel dat zelfstandigen er echt veel slechter uit zijn gekomen en veel slechter geholpen zijn dan werknemers. We hebben wel wat successen ingekregen. Dus we hebben bijvoorbeeld de hoogte van de kosten die je moest maken om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming vaste lasten is op een gegeven moment gehalveerd. Dat heeft echt met onze lobby te maken. We hebben wel wat voor grensondernemers voor elkaar weten te krijgen. Maar we hebben bijvoorbeeld niet de partnertoets van tafel weten te krijgen, tot mijn grote frustratie. Hè? Die heeft wel, geloof ik, inmiddels in 6 of 7 moties gestaan. En die moties zie ik soms ook wel echt van wat teksten van onze mails terug. Maar die worden dan niet aangenomen. Dus zover zijn we nog niet. Maar wat dan wel weer goed nieuws is dat, ik weet niet of jullie hebben meegekregen, dat vorige week is er een rapport van de Nationale Ombudsman gekomen, hè, over de problemen die zelfstandigen hebben gehad met de coronasteun. Nou, daar staat echt heel veel in van wat wij ook in onze gesprekken met die Nationale Ombudsman hebben aangegeven. Dus dat is dan ook weer een manier om het wel weer op de agenda te krijgen. En wat wel is gelukt is, we hebben een sociaal akkoord gesloten. Samen met Ondernemend Nederland en met Alternatief voor Vakbond. We wilden heel graag aan de tafel met het MLT-advies bij de SER. Maar zover is met name de SER nog niet, hè, dat die ons willen laten meepraten. En toen hoorde ik dat ONL en AVV een soort alternatief akkoord hebben gesloten. En toen dacht ik, maar dat is wel iets om te laten zien. Want je kunt ook met zelfstandigen een sociaal akkoord sluiten. Dus dat hebben we gedaan. Dan kan je zeggen dat is veel minder breed polderakkoord dan in de SER, dat klopt. Maar ik merk bijvoorbeeld wel dat met name de politiek, die Tweede Kamerleden, die zijn heel erg blij met dat akkoord dat wij hebben gesloten. En die zien dat wel echt als een soort tweede akkoord naast het SER-akkoord. Nou, daar is de SER dan ook inderdaad een beetje zenuwachtig en soms een beetje boos over. Dus toen werd ik in de Volkskrant neergesabeld. Nou, dat geeft alleen maar aan dat we goed bezig zijn, denk ik dan. Ja, ja. Oké. Okay. Nou weet ik dat jij ook best wel nieuwsgierig bent naar de beleving van de deelnemers die nu bij ons aangesloten zijn van de ZZP'ers. Ja. En die vragen zou kunnen zijn van waar zijn deze ZZP'ers op dit moment het meest mee geholpen? Misschien is dat een goede vraag in de chat. En gezien het aantal deelnemers zou ik ook kunnen voorstellen, en dat doe ik ook bij deze, zet dan gewoon even je microfoon aan. Ik zie dat Marcel van Dieren al lang een handje op heeft. Dus als jij je microfoon even aanzet. En dat geldt voor anderen. Ben jij nou het meest mee geholpen? Laat het aan Christel en Henk horen. Steek gewoon je handje op en dan krijg je het woord. Marcel. Ja, nou heb ik geen antwoord op jouw vraag. Maar ik had een vraag al eerder die ik aan Christel graag wilde stellen. Dus die wil ik eigenlijk eerst even stellen. Een dubbele vraag. Ik ben muzikus, ik ben klassiek zanger. Aangesloten bij onder andere Platform voor Freelance Muzici, dat dan weer geleerd is aan de Kunstenbond. Ik weet niet of jullie daar ook mee contact mee hebben. En ik vroeg mij vooral af hoe jullie aankijken tegen de, zeg maar, de grens tussen freelance werken
En ondernemerschap. Want ik ben bijvoorbeeld, ik werk wisselend, zeg maar, voor gezelschappen zing ik dan. En dan ben je eigenlijk steeds opnieuw in dienst bij zo'n gezelschap. Maar dat doe je als ondernemer, terwijl ik niet echt een ondernemer ben, want ik maak niet mijn eigen werk. Ik werk wisselend bij, zeg maar, opdrachtgevers. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, je eerste vraag van zijn jullie bij ons aangesloten? Dat zou kunnen. Ik weet dat bij ZZP Nederland, er zijn ook weer kleinere beroepsgroepen bij aangesloten. En ik weet, ja, een van de dingen overigens, we hebben de koning op bezoek gehad. Hè? Dat is toch ook wel iets mooi om te... daar zat Arjen Dunningen, die was van de Bond van de Concertdirigenten, volgens mij. Of de amateurdirigenten. Nou ja, goed, dat moet je even kijken of je die... En instructeurs. Ja, precies. Die was daar ook een van de gesprekspartners. Dus we hebben wel ook al wat muzici binnen onze geledingen. Ja, wat er bijvoorbeeld bij muzici aan de hand is, is dat er sommige mensen zijn die willen heel graag echt als zelfstandig ondernemer werken. En sommige zijn eigenlijk door eerdere bezuinigingen uit een dienstverband gegaan. Doen het nu als zelfstandigen. Maar willen vooral gewoon op een lekkere manier hun beroep uitoefenen. Hè? En het maakt eigenlijk niet uit. Wij vinden feitelijk dat beide mogelijk moet zijn. Dat je eigenlijk als mens zou moeten kunnen kiezen van wil ik het in loondienst of wil ik het als zelfstandig ondernemer. En je kunt natuurlijk ook in verschillende dienstverbanden bij verschillende groepen eigenlijk werken. Ja, mag ik nog een aanvullend vraagje stellen dan? Hoe kijk je dan aan tegen het feit dat er zoveel gezegd wordt over schijnzelfstandigheid? Want hoe kijk je daar dan tegenaan? Bestaat dat dan volgens jullie of niet? Ja, het is een beetje fijnslijperij, maar ik heb het liever over schijnconstructies. En schijnconstructies die bestaan wel degelijk. En dat is echt ook wel een probleem. Er is in Nederland ook wel, doordat er eigenlijk geen duidelijke definitie is van zelfstandigen, is er in sommige sectoren... is er wel een situatie ontstaan waarbij met name opdrachtgevers, werkgevers hebben gedacht, als ik mensen nou als zelfstandige inhuur, dan loop ik zelf minder werkgeversrisico's. Hè? Heeft er ook mee te maken, omdat je als werkgever in Nederland behoorlijk veel risico's loopt. En daardoor zijn er nu mensen zelfstandigen die dat niet willen. Het is wel de minderheid overigens, hè? Maar goed, voor die mensen is dat heel vervelend. En wat wij nu feitelijk eigenlijk inderdaad ook zeggen is... daar moeten we wel iets aan doen. Dus je moet met elkaar inderdaad wel aangeven van wat is nou precies een zelfstandig ondernemer? En een van de dingen daarvan vinden wij wel dat, want je ziet ook dat tarieven bij sommige zelfstandigen enorm onder druk staan door die opdrachtgevers, hè, die belachelijke tarieven vragen. Dus wij zeggen wel, als je vindt dat je iemand als zelfstandige inhuurt of in gaat huren, dat die een zelfstandig is, moet je er wel voor zorgen dat iemand met dat beroep, waar je notabene ook voor naar school gaat, hè, daar ga je ook een opleiding voor doen. Dus wij leiden mensen op voor een beroep. En vervolgens, als je daar je werkweek mee vult, dan kun je er eigenlijk niet genoeg mee verdienen om in je levensonderhoud te voorzien en om voor jezelf te zorgen. Hè, voor toch een beetje oude dagsvoorziening en op het moment dat je bijvoorbeeld ziek, zwak, misselijk of even tijdelijk zonder werk zit. En dat kan niet. Dus daar moeten wij wel echt vanaf, vinden wij, die schijnzelfstandigheid. Dat is ook de hele discussie rondom de platformen. Maar wat je dan daarin ook wel ziet is... sommige mensen vinden het lekker om het als zelfstandig ondernemer te doen. En hebben daarnaast een baan. Weet je? Dus die diversiteit die moeten we wel in dat nieuwe systeem zien te vatten. Had je nog meer vragen, Marcel? Nee, ja, nou, alleen ook doordenkend zit ik dan te denken dat ik denk altijd dat er een soort tussenvorm is. Dat je als freelancer, zeg maar, in een wisselende loondienstverbanden werkt, dat makkelijker gemaakt zou moeten worden. Dat je een bepaalde sociale zekerheid hebt, ondanks dat je soms wel werkt, soms niet werkt, maar steeds wisselend. Maar dat loondienstverband nu gewoon te ingewikkeld is, zeg maar, om met wisselende opdrachtgevers iets te doen. Ik denk dat dat eerder de vorm zou zijn dan dat je per se zelfstandiger moet zijn als je wisselende opdrachten hebt. Ja. Ik zie dat Henk je ook wil antwoorden, maar eigenlijk is dat precies eigenlijk dat derde doel van ons. Hè? Als je nou ervoor zorgt dat iedereen ongeacht, als je een soort contractneutrale zekerheid hebt, hè, dan maakt het helemaal niet uit. En dan wordt ook werkgeverschap voor werkgevers minder risicovol. En dan zou je inderdaad dit veel gemakkelijker kunnen maken. Dus dat is inderdaad, dat ligt wel in die lijn van die denkrichting, van die verre stip op de horizon. Ja. Mag ik inbreken? Ja. Ja. Nou, wat je hier weer tegenkomt, en daar hebben wij ook in onze branche enorm veel mee te maken gehad, dat is die vermaledijde wet DBA, deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties.
dat heeft een heleboel vernield. En dat komt weer van, weer van die bondenkant, hè, komt dat weer. Er is door helaas partijgenoten van mij, Partij van de Arbeid, is die wet in elkaar geknutseld door mij, Lief Vos en Ed Groot destijds, jaren 5, 6 geleden al. En we waren meteen al tegen, want daar wordt enorm die scheiding gemaakt. En daar is in de beeldende kunst zijn ook mensen slachtoffer geworden. Je hebt namelijk een heleboel beeldende kunstenaars, die door de week zijn ze aan het schilderen of beeldhouden of wat dan ook. En op vrijdag en zaterdag helpen ze in een winkel voor kunstenaarsbenodigdheden. Mooi. Daar stuurden ze rekeningetjes voor of ze hadden een halve loondienstverband. Dat was een beetje rommelig geregeld, maar het liep. De winkel was blij, de eigenaar van de winkel was blij, de mensen waren blij die er kwamen, die werden goed geholpen, de kunstenaar was, iedereen was blij. Toen kwam die wet DBA en die zei van ho ho ho, dit kan niet, dit lijkt op verkapt loondienstverband, dus die winkel... Als winkel, jij moet die mensen in dienst nemen. Jij moet die kunstenaar in dienst nemen. Ja, dachten, dit kan niet. Dan moet ik allemaal sociale lasten betalen. En hoe moet het dan zomers als er weinig... Dus daar is een heleboel ellende uit voortgekomen. Die kunstenaar die is gewoon naar huis gestuurd. En ik zeg, ja, het kan niet langer zo. En mijn broer moet me helpen. Of mijn vrouw, of mijn zus, of weet ik veel wat. En daar moet een... hele goede oplossing voorkomen, inderdaad, wat Christel zei, als je dat vak beoefent, dat je dat op alle mogelijke manieren kunt doen en dat je niet meteen of het een of het ander bent. En daar is die basis waar jij het ook al over had, Christel, die is daarvoor nodig. En daar vechten we voor. Oké, duidelijkheid, dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Ja, als je even je microfoon aan wil zetten. Ja. Sorry, dat gele handje snap ik nooit, maar hallo. Ik ben zelf geen kunstenaar. Ik ben onderzoeker bij LKCA. En we houden ons bezig met name de positie, de arbeidsmarktpositie van ZZP'ers in de kunst en cultuur. Er is al heel veel over bekend, hè, hoe het ervoor staat. En we bedienen dus het hele veld, dus niet alleen beeldend kunstenaars, maar elke zelfstandige en ook zelfstandige met die hybride praktijk waar het eigenlijk nu zo ongeveer over gaat. Ik kende jullie nog niet, vandaar dat ik meedoe. En ik vroeg me af hoe jullie nou omgaan met de werving van organisaties die ZZP'ers in de kunsten vertegenwoordigen, want ik begrijp dat van de 1 miljoen zelfstandigen jullie er 100.000 hebben, dat is 10%. En ik ben benieuwd hoeveel van die 10% nu uit de kunsten afkomstig zijn. En of je ook actief kijkt van moeten niet mensen uit de kunsten en de cultuur meer aan tafel komen? En wat kan je daar dan voor doen om organisaties te activeren? Lid te worden of hun stem te laten horen. Dat laatste vind ik eigenlijk het meest belangrijke. Hebben jullie acties op dat vlak? Ja, mooie vraag. Nee, we doen niet heel echt actief aan werving. Alhoewel natuurlijk wel als we groter worden, dan krijgen we meer zeggingskracht. Hè? Maar goed, als je kijkt naar hoeveel... Leden de vakbonden momenteel nog hebben, hè, ten opzichte van de werknemers, dan zitten we met onze 10% al helemaal niet zo heel slecht, hè, als vertegenwoordiger. Wat ik merk is dat het feit dat we langzamerhand meer bekendheid krijgen, hè, en dat we vaker worden gevraagd, ook door radioprogramma's waar ik vaak word gevraagd, ook in krantenartikelen, dat wel steeds meer vertegenwoordigers van zelfstandigen en ook in de kunst en cultuur dat die met ons contact opnemen. Dus we hebben wel vrij veel gesprekken. En wat we feitelijk wel zeggen is, als je bij ons wil aansluiten, dan moet je wel je committeren aan die drie doelstellingen die wij hebben. En je ziet dat ook belangenverenigingen daar af en toe eventjes over moeten nadenken. En wat je bijvoorbeeld wel ziet is, ja, Henk noemde ook de kunstenbond. Ja, die heet dan nog een kunstenbond, maar is inmiddels wel weg bij de FNV. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld ook wel al een gesprek mee gehad. Alleen die zijn nog heel erg aan het nadenken. Wat zijn we nou eigenlijk? Hè? Wij zitten nou niet meer bij de FNV. Ja, waar gaan we dan voor? Waar staan we dan voor? En wat ik eigenlijk belangrijker vind, is dat alle belangenverenigingen ook eerst dat proces doormaken. En als ze dan denken, hé, maar dan...
is VZN voor ons een plusje op datgene wat we al doen voor onze leden, dan is iedereen van harte welkom. Dat geef ik ook aan. Alleen ja, ik kan de processen bij dat soort organisaties niet versnellen en dat wil ik eigenlijk ook niet. Maar hoe, als we groeien, dan worden we natuurlijk wel steeds meer een kracht en een macht waar je niet omheen kan. En dat hebben we nog wel nodig. Met name om tussen die klassieke werkgevers en die klassieke werknemersorganisaties te komen. Dankjewel. Oké. Zijn er nog anderen die graag nog een vraag willen stellen? Het kan nu, hè? De mensen zijn ervoor. Dus neem deze kans. Ik heb nog wel een vraag, als ik zo vrij mag zijn. Die is ook meer gericht aan Christel, denk ik. Want je schetste in je eerdere verhaal al die driedeling, zeg maar, tussen werkgevers, werknemers en ZZP'ers. Als je dan naar de toekomst kijkt, hoe zou die ontwikkeling wat jou betreft dan moeten gaan? Dat veld van werknemers en ZZP'ers, dat een heel nieuw krachtenveld wordt, waarbij er, zal ik maar zeggen, een heel palet aan opties is, waar een mens kan kiezen hoe hij zijn arbeidszame leven in wil richten? Ja, ik begon met dat ik ook van huis uit ook veel onderzoek doe en advies geef over veranderende werkrelaties. En hybride arbeidsrelaties, die zie je veel meer. Hè? Die zie je ook bij werknemers. Dus je ziet ook mensen die twee dienstverbanden naast elkaar hebben. Of wat al helemaal bijna vreemd is, is dat mensen hun hele leven lang bij één werkgever zitten. Dus er verandert ongelooflijk veel. En dan zijn er dus mensen die ook tijdelijk weer zelfstandigen zijn. Overigens gemiddeld blijven zelfstandigen dat een jaar of 5. En daarna worden ze bijvoorbeeld weer werknemer en zo. En er zijn beroepsgroepen, waaronder de beeldende kunstenaars, die zijn het 50 jaar hun hele leven. Dus daar zit wel verschil in. Maar gewoon gemiddeld genomen is voor heel veel mensen ook een soort zelfstandig ZZP-schap of zelfstandig ondernemerschap ook een soort loopbaanfase in hun leven. En dat geeft dus eigenlijk alleen maar aan dat we echt heel anders moeten gaan kijken naar ons arbeidsmarktbestel. En dat is echt belangrijk. En wat we daarin nodig hebben is, ik positioneer ons nu ook echt als zelfstandigen naast werkgevers en werknemers. Maar eigenlijk kunnen we alleen maar met z'n drieën dat ingewikkelde varkentje dat de arbeidsmarkt heet wassen. Want er zitten zelfstandig ondernemers in die huidige groep van ZZP'ers die eigenlijk best werknemer zouden willen zijn. En er zitten werkgevers die ook best wel mensen in dienst zouden willen nemen. Maar werkgeverschap is in Nederland ongelooflijk risicovol en duur geworden. Dus als wij willen zeggen van, als men zegt wij willen af van schijnzelfstandigheid, dan moet je bijvoorbeeld ook bereid zijn, en dat moeten dan de klassieke vakbonden, dan moet je ook bereid zijn om bijvoorbeeld dat werkgeversrisico's lager te maken. Dus je kunt het alleen maar in gesprek met elkaar. Ik kan het niet in mijn eentje oplossen. En de werkgevers kunnen het niet in hun eentje oplossen en de bonden ook niet. Dus we moeten allemaal onze eigen signatuur hebben en tegelijkertijd moeten we echt met elkaar praten. En voor de zelfstandig ondernemers, VZN staat wel echt voor de mensen die zeggen van, maar ik doe het als zelfstandig ondernemer. En wat ik wel vind, is dat iedereen die dat wil, die dus zegt van, ik wil gewoon mijn eigen tijd indelen, mijn eigen opdrachten bedenken. Ik geef ook aan dat ik mijn eigen broek kan ophouden. Ik geef ook eigenlijk aan de maatschappij aan dat ik dan in sociale zekerheid een steentje wil bijdragen. Hè, om ervoor te zorgen dat we in Nederland ook een land zijn waar niemand in de goot hoeft te belanden. Voor die mensen vind ik wel dat het ook echt mogelijk moet zijn om je werk als zelfstandige te blijven doen. Dus dat is wel specifiek waar ik voor sta. Maar het is gewoon een heel breed vraagstuk, wat je dus ook gewoon niet oplost door pijlen vanuit ieders eigen loopgraaf op elkaar af te gaan zitten vuren. Nou ja, goed. Even kijken. Eerst aan tafel. Yvonne zag ik volgens mij als eerste met een handje. Of Marika, maar goed, laten we Yvonne, dan komt Marika daarna wel. Dat is goed. Even heel kort over mezelf. Ik werk als ZZP'er, als illustrator. En in mijn kringetje zitten heel veel mensen die ook online werken, die heel veel internationaal hebben, veel internationale opdrachtgevers, noem maar op.
En ik vraag me eigenlijk af in hoeverre jullie als organisatie ook met buitenlandse partijen samenwerken of voorbeelden uit het buitenland kunnen halen waar we in Nederland ook iets aan hebben. Omdat we ja, als toch kleine ondernemers ook vaak tegen dat soort internationale relaties, vraagstukken en zo aanlopen. Ja, dat is nou echt een vraag voor Henk. Ik verstond niet goed jouw eerste zin. In welk vak zit jij? Oh, ik zit zelf, ik werk als ZZP'er. Ik ben illustrator voornamelijk. Ik geef ook cursus en zo, maar het zit voornamelijk op het illustratorvak. En in mijn kringetje van collega's zitten veel mensen die internationaal werk doen. Veel buitenlandse opdrachtgevers hebben, online werken, dat soort dingen. Ja, dan heb jij inmiddels ook waarschijnlijk met al die BTW-regels te maken in al die landen. Ja, nou, dat zijn dat soort dingen, dat zoeken wij dus ook allemaal uit voor onze leden. En daar maken we staartjes van, hoe je met die BTW-toestanden om moet gaan, hoe je invoer, uitvoer van kunst en al dat soort dingen. Hoe dat werkt, welke formulieren je daarbij moet hebben. Dat bedoelde ik ook met toen ik in het begin zei dat we heel erg persoonlijk gericht zijn. Stel, jij zou lid zijn en je zou met een bepaalde vraag komen over die illustraties of verwerven van dat soort dingen of met uitgevers of hoe je dat moet. Dan zoeken wij dat uit of we hebben het in veel gevallen ook al uitgezocht. Dus op die manier werken we. En dan werken we niet echt met buitenlandse organisaties, maar wel met culturele attachés op ambassades, weet ik veel wat. Oké, dus als iemand echt een vraag heeft die buitenlands gericht is, omdat er een buitenlandse partij komt kijken, hebben jullie wel de kennis in huis, zeg maar, dat jullie bij de juiste mensen kunnen aankloppen om dat te kunnen verwerken. Ja, we hebben niet altijd de kennis in huis om het meteen op te lossen, maar we hebben wel de kennis in huis om te weten waar we moeten zijn. Ja. Als er grote beelden gemaakt moeten worden en die moeten getransporteerd worden naar Engeland bijvoorbeeld, nou met die Brexit-toestand, nou dat is ook allemaal weer anders geregeld. Met de BTW is het weer anders. Je hebt in Italië heb je 4 BTW-tarieven, 3 verschillende op kunstgebied. Zo uit mijn hoofd, Ierland heeft 4 BTW-tarieven. Nou, al dat. Want daar zit je dan vooral internationaal mee, met dat soort dingen. En wat voor formulieren moeten erbij als je grote dingen vervoert, tijdelijk invoer of hoe lang is tijdelijk invoer of uitvoer? Nou, daar helpen we altijd mee, dat soort dingen. Ja? Marika? Ja, hallo. In ieder geval ben ik al heel blij om te horen wat jullie doen, waar jullie ervoor inzetten. Ik ben zelfstandige en voornamelijk actief binnen kunst en educatie. Ik vroeg me af in hoeverre jullie ook... waar ik zelf eigenlijk een heel erg grote fan van ben, is het Broodfonds. Dus eigenlijk wij zelfstandig zijn onszelf gaan organiseren eigenlijk binnen zo'n Broodfonds. Ik ben benieuwd in hoeverre hoe jullie daar tegenaan kijken, wat die Broodfondsen doen en hoe ze werken. En een andere vraag is dat ik ook benieuwd ben hoe jullie tegen het basisinkomen kijken als een mogelijke oplossing om op een andere manier te denken over de verhouding inkomen en werk. Dat zijn mijn vragen. Zal ik eerst, Christel, of ga jij eerst? Oké. Wat broodfondsen betreft, je hebt broodfondsen en je hebt schenkkringen. Broodfonds is 40, 50 mensen en die moet je allemaal een beetje kennen en dan moet je zelf een bestuur vormen. Je hebt ook schenkkringen en dan moet je eens kijken op internet op AOV Fonds Kunst en Cultuur. Dat is een schenkkring en die is landelijk. Dus gewoon intikken AOV Kunst en Cultuur of AOV Fonds Kunst en Cultuur. En dan wat basisinkomen betreft. Ik ben er nogal een fan van. En dat heeft ook weer te maken met waar VZF voor zat. Dat die basis, hoe je nou, of je nou werkt als zelfstandige, of werkt als in loondienst, of hybride werkt, of wat dan ook. Maar dat er een basis komt. En dat mag wat mij betreft ook een basisinkomen zijn. Dat zou ik helemaal niet erg vinden. Maar als er maar voor iedere Nederlander, voor iedere werkende, of hybride, of loon, maakt niks uit. Voor iedere werkende... een soort basis komt. Zou hartstikke mooi zijn.
Zeker. En we kunnen het in Nederland, want de AOW hebben we ook georganiseerd. Dus we kunnen het. Ja, dus daar ben jij pleitbezorger van. Dat begrijp ik. Daar ben jij in ieder geval pleitbezorger van. Ik versta het niet goed, dat ligt aan mijn... Oké. De andere ook? Nee, ik versta je prima, dat je er pleitbezorger van bent, Henk. Hoor je het via mij wel? Ja. Ja, en misschien ook inderdaad, je geeft eigenlijk iets heel moois aan. En wat wij zien, is dat veel zelfstandigen eigenlijk op hele nieuwe en moderne, vernieuwende manieren hun eigen zekerheid organiseren. En broodfondsen en schenkringen is daar nou zo'n heel mooi voorbeeld van. En dat is nou precies waarom wij zeggen van, houd het nou in stand, weet je wel. Die zijn ontwikkeld door de jaren heen. Er is ook een hoop ellende gekomen met de ZZP'ers, dus in de schijnconstructies waar we het over hadden. Daar moeten we tegen strijden. Maar we moeten ook wel blijven zien wat er juist heel erg goed is gegaan. Dus daarom vinden wij dus inderdaad, je moet eigenlijk op nationaal niveau voor iedereen iets collectiefs regelen. Maar dat moet echt een basis zijn. En het moet gaan over ouderdom, maar die hebben we al, dat is AOW. We hebben eigenlijk ook al iets als een basisinkomen. Dat vinden veel mensen niet leuk om te horen, maar dat is de bijstand. Dat is weinig, maar daar kan je altijd op terugvallen. Wat we niet in Nederland hebben, is dat we iets hebben op het moment dat je langdurig arbeidsongeschikt bent. Echt langdurig. En dan moet je er echt aan denken dat je nou op je 35ste, maar ook op je 55ste, dat je iets dusdanig ernstigs krijgt dat je er niet van overlijdt, maar dat je er ook echt niet meer van kan werken. Dat hebben we niet. En de eerlijkheid gebied te zeggen, broodfondsen en schenkeringen, daar zit onvoldoende kapitaal in. Dat is nog te kleinschalig om dat risico af te dekken. Vaak duren ze ook maar 2 jaar. Dus wat wij feitelijk zeggen is, als we daar nog iets collectiefs voor doen, voor alle werkenden, voor iedereen in Nederland, dan kan je het namelijk ook goedkoper maken. Hè? En dan mag je ook niet geweigerd worden. Dus dan moet het voor iedereen. Als we dat hebben, dan hebben we eigenlijk op de 3 grootste risico's. Hè? Nou ja, risico van oud worden. Ik weet niet of dat een risico is, dat is een feit. maar risico van vraaguitval en risico van echt langdurige arbeidsongeschiktheid. Dan hebben we dat in de basis geregeld. En dan kan je daarbovenop, arbeidsongeschiktheid gaat dan bijvoorbeeld lopen na 1 of 2 jaar. Dan kan je daarbovenop als zelfstandige, kan je denken van, oh, maar ik wil mij ook voor die eerste 2 jaar ziekte verzekeren. Bijvoorbeeld via een broodfonds. En als jij denkt, nou, ik wil later toch wel de hele dag gaan cruisen als ik 70 ben. Wow, dan is het wel verstandig om iets aanvullends op je ouderdagsvoorziening te organiseren. Maar ja, daarvan zeggen wij, moet je zelf lekker regelen. Want mensen zijn daarin ook heel anders, hebben ook hele andere privé-situaties, hebben ook hele andere wensen. Dus dat is eigenlijk ons model, wat we voorstaan. Ja, oké. De bijstand zie ik nog niet meteen als het basisinkomen. Ik snap wel wat je daarmee bedoelt, maar het is natuurlijk een totaal andere kijk op het feit of je een bijstand hebt of dat iedereen een basisinkomen zou krijgen. Ja. Dat is ook. En daar zie je wel ook het verschil. Wij zien bij onze, zeg maar, onze culturele aangesloten verenigingen dat mensen ook zoals Henk pleitbezorger zijn voor het basisinkomen. Je ziet aan de andere kant, doe maar even heel gechargeerd, de hoogopgeleide ICT'ers die denken, ja, je moet het gewoon zelf regelen, iets voor vraaguitval. Dus daar moeten we intern nog het gesprek ook over voeren. Even tussendoor, omwille van de tijd, nog een handje bij Henk. En Marcel heeft nog een handje opgestoken. Daarna trekken we wat mij betreft ook een streep. Want anders komen we met tijdsoverschrijdingen enzovoort. Ja, ik weet niet wat er dan gebeurt, maar dat doen we maar even niet. Henk. Ja, nou, ik wil er even nog aanvullen voor alle werkenden. Ik zie nu iets wegvallen. Maar goed, voor alle werkenden. Want zoals het er nu bij ligt, willen de werkgevers en de werknemers alleen maar veroorzaken dat wij als zelfstandigen, ook in de culturele sector, dik moeten betalen ergens voor. Zodat het moeilijker wordt om zelfstandig te zijn. Dus ze leggen nu, op dit moment, leggen ze alles bij ons neer. En vooral in die culturele hoek. En daar zijn wij dus tegen. Dan zeggen we, prima, als het bij ons neergelegd wordt, maar dan bij alle werkenden. En dan wordt het weer een stuk goedkoper. Dan zitten wij als zelfstandigen niet meer met zo'n hele dure AOV of een dure pensioen of dat soort toestanden. Maar dan, als iedereen dat krijgt, hè, na 2 jaar, je kunt zeggen, de eerste 2 jaar moet je jezelf redden. Hè, via een schenkring of een broodfonds of wat dan ook. Maar daarna moet er iets komen voor iedereen.
Ik sluit me helemaal aan bij Henk, maar ik had nog even een vraagje aan Christel. Als je dan de bijstand ziet, in wat voor vorm dan ook, als een soort van basisinkomen, hoe kijk je dan aan tegen bijverdienen? Want als ondernemer wil je graag op elk moment extra bij kunnen verdienen. Als dat meteen gekort wordt, dan heb je feitelijk niet echt meer een basisinkomen. Dus hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, vanuit VZN pleiten wij dus niet voor een basisinkomen. Wij zeggen van, wij vinden dat, waar wij wel voor pleiten, is dat je de zelfstandige aftrek, dat die niet verdwijnt. Maar dat je die als zelfstandige, wij noemen dat op een eigen rekening kan parkeren. De trampolinerekening. En dat je die kan gebruiken op het moment dat je minder werk hebt. Of dat je bijvoorbeeld iets aanvullends wil doen voor arbeidsongeschiktheid of voor oude dag. Dus wij willen eigenlijk dat zelfstandigen fiscaal gestimuleerd worden om hun eigen vangnet op te bouwen. Dat is net iets anders dan een basisinkomen voor van alles en nog wat. Omdat wij juist ook inderdaad vinden, ja, dat gesodemieter dat we nu hebben met, oh jee, het is eigenlijk ook met de tozo, hè? Van je kreeg de tozo, maar oh wee als je iets bijverdiende. En dat is nou juist ondernemerschap, hè? Dus daar willen wij eigenlijk van af. En wij zijn een beetje bang dat een basisinkomen, dat het ook weer bij een soort UWV belegd wordt met 1001 regels. En dat je daar juist de kriebels van krijgt. Dus wij zijn wel voor een eigen vangnet. En ook met steun eigenlijk vanuit de overheid via fiscale stimulans. Maar wel met echt eigen beslisvrijheid over hoe je dat dan gaat aanwenden en gebruiken. Leg je dan wel de link naar wat nu WW, NOW, zeg maar, voor werkenden. En dan in relatie tot de rekeningen die er dan zijn voor zelfstandigen? Of op de basis wat er dan, die er dan is voor zelfstandigen? Nou, kijk, wat je ziet is, en dat is dus in dat gesprek met de Nationale Ombudsman goed aan bod gekomen. En dat heeft hij ook heel goed opgeschreven. Wat je zag is dat toen dat werd ontwikkeld, toen bestond VZN nog niet. Hè, toen is het kabinet toch met werkgevers en werknemers bij elkaar gekropen. Ja, en je ziet echt een enorme disbalans in de ondersteuning die werknemers hebben gekregen ten opzichte van zelfstandigen. Dus dat is hartstikke krom. Ja, dus dat hebben wij wel aangegeven. En is gelukkig ook genoteerd. En dat hebben wij overigens dat ook al in 24 mails aan alle Tweede Kamerleden gestuurd, hoor. Dus dat proberen we op steeds allerlei momenten naar voren te laten komen. En daar zal het laatste woord, vermoed ik, ook nog niet over gezegd worden. En zijn. Nou, om dan een druk... ik hoor de klok al uit, dan mag ik nou even... We zouden al iets van een basisinkomen hebben, wanneer je dat sociale minimum, die bijstand, wanneer je dat al anders zou regelen. Want als je nu in de bijstand komt, in die situatie, dan moet je bij wijze van spreken eerst je schoenen verkopen voordat je ervoor in aanmerking komt. En het zou al een stuk beter zijn wanneer je gewoon mag blijven wonen waar je woont. Dat je je schoenen mag houden, dat je je jas niet hoeft uit te doen. En dat met een blinddoek voor, bij wijze van spreken, die 15 of 1600 euro wat het op dit moment is. En niet die bijstand dat je je schoenen moet verkopen. En wat nu met die tozo en dat soort dingen gebeurt. Dan hebben ze een tientje te veel verdiend. Hoppa, alles weer terug. Dat zou wel enorm helpen. Wanneer dat een beetje beter zou zijn geregeld. Dan heb je in feite al een vormpje van een basisinkomen. Ja. Oké, dankjewel. Zoals jullie zien. Of eigenlijk konden horen, laten we niets aan het toeval over, want die kerkklokken hadden wij natuurlijk geregeld om het einde van de webinar in te luiden. Wat betreft de webinar, hij is opgenomen zoals jullie medegedeeld is, en we zullen hem ook op onze website plaatsen. Daarnaast zullen we met ieder van jullie die hier aanwezig waren de link gaan delen. Wat we daar ook nog aan toe zullen voegen is een soort document met allemaal relevante links. Daar staan wat achtergrondinformatie over de partijen die hier aan tafel zaten op en wat dingen daar rondomheen. Dat hebben we verzameld en ja, die zullen we dan in de mail daarbij zetten. Die zullen we ook op de website daarbij plaatsen. Misschien ook nog wat informatie over Kunst op Brabant, want dat zijn wij nou eenmaal. En voor de rest, onze hartelijke dank naar onze beide gasten. Christel van de Ven en Henk Hofstra. En uiteraard ook dank aan de betrokken aanwezigen, want ik heb er zelf in ieder geval een heel goed gevoel over. En ik hoop jullie graag nog eens een keer terug te zien. Mogelijk, als het even kan, in levende lijven, want daar gaat toch, als ik eerlijk ben, mijn voorkeur in eerste instantie naar uit. En uiteraard ook, zeg ik dit ook namens Frank, die dat misschien ook nog zelf nou even nog gestand wil doen. Nee hoor, dat is prima. Ik sluit me helemaal bij aan. Hartstikke bedankt. We hebben een grote voorbereiding hierop gehad.
En leuk kennis gemaakt hebben met jullie. En ik hoop dat ook nog veel naar de herhaling gekeken zal worden van het programma. Ten meer we toch op het moment dat we begonnen met deze webinar een luttele 10 weken geleden, de wereld er nog heel anders uitzag. En ook qua tijdstip wordt het dan heel moeilijk voor voornamelijk voor jullie, voor als ZZP'er. Ja, wanneer ga je dit organiseren? Maar in ieder geval allemaal hartstikke bedankt en voor jullie aanwezigheid en voor jullie vragen. En ook Henk en Christel, hartelijk bedankt. Graag gedaan, tot ziens. En mochten er nog vragen zijn, via de mail. Ja, uitstekend. Ja, dat sluit ik me helemaal bij aan. Dankjewel okay. En een fijne dag. Tot ziens. Oké. Mooie zondag. Doei. Doei.